Welkom allemaal bij een nieuwe video van Forza Horizon 4. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar wat Too Fast and Furious auto's in deze game. En ik heb er zo'n 4 uitgekozen waarvan ik denk dat dat wel een beetje de meest interessante auto's zijn. En we beginnen natuurlijk met de favoriet van iedereen. En dat is deze Skyline. En ik zeg trouwens favoriet van iedereen. Dat kan misschien de Toyota Supra zijn, maar die zit dus niet in de game. Dus die kunnen wij niet behandelen helaas. Dus ja, dan heb je alleen nog de Skyline. En een klein leuk beetje. De livery die op deze Skyline zit, heb ik zelf gemaakt. Ik ben er persoonlijk best wel trots op. Ik vind dat hij er heel erg goed uitziet. Maar ja, hier gaan wij zo meteen mee beginnen. Ik heb ook nog een championship waar ik eigenlijk aan deelnemen. Iets wat we volgens mij de vorige video ook hebben gedaan. Alleen toen had ik een heel slechte positie gekregen of zoiets. Volgens mij was ik 4e geëindigd of zo, denk ik. I don't know. Ik kan het me niet herinneren. Het is voor mij alweer een paar dagen geleden. Maar we moeten dit in ieder geval weer opnieuw doen. Wat ik raar vind, want volgens mij is dat normaal niet, maar ik moet opnieuw beginnen. Dus nou, prima. Maar dit is met modern sports cars. Dus ik weet niet of ik hier überhaupt een deel kan nemen met iets van deze auto's. Maar dat gaan we zo meteen wel even kijken. Weet je waar? Dan gaan we nou gelijk kijken. Dan weten we dat ook gelijk. Waarom niet? We zullen deze Skyline niet kunnen gebruiken, want dit is geen modern sports car. Maar misschien de S2K. Gok ik. Volgens mij is die van 2000 nog iets, toch? I don't know. Ik heb 2 verschillende modellen trouwens. Misschien dat ik de verkeerde heb. Want ik heb een oud model en ik heb een nieuw model. Waarschijnlijk dat ik de verkeerde getuned heb. Wedden? Ik kan ze allebei gebruiken. Oké, mooi. Ja, zullen we nou gewoon even beginnen met de auto van Suki? Die ik trouwens in de vorige Fast and Furious video ook behoorlijk had gebruikt. Want ik dacht dat hij in deel 1 zat, maar die zat in deel 2. Ik had mezelf toen nog gecorrigeerd. Dus hou je mond. Maar we kunnen hiermee beginnen. Ja, waarom niet? Whatever. Dan pakken we de Skyline zo meteen wel. Geen probleem. Nou, we gaan eens even kijken of de auto van Suki snel genoeg is. Ik denk persoonlijk wel dat hij sneller zal zijn dan die Subaru die we de vorige keer hadden. De vraag is alleen, rijdt deze auto ook fijn? Want ik denk dat die Subaru fijner zal rijden als deze S2000. Maar dat deze S2000 sneller zal zijn. Hij voelt in ieder geval wel gelijk een stuk sneller aan. Kan ik je vertellen. Alleen oppassen hier met die bocht, want dit ding is achterwiel aangedreven en ik voel hem al gelijk. Je kan hem misschien niet zien, maar ik laat een heel rookspoor achter. Ik moet zeer voorzichtig deze bochtjes nemen. We rijden wel 7e. Dat is een prima begin. Misschien dat gelijk hier wat mensen bij kan komen. We nog een andere S2000. Een verschrikkelijk lelijke, kan ik je vertellen. Binnenbochtje. Ik zit nou echt te denken, wat had ik de vorige keer gehaald? Want volgens mij was ik 4e geëindigd of zo. Ik vind het echt raar dat ik gewoon alles opnieuw moet doen. Moet ik eerlijk toegeven dat ik met een 4e plaats waarschijnlijk toch niet had kunnen winnen. Dus whatever. Maar normaal gezien, dan hoef je de race niet opnieuw te doen. En nou heeft hij hem of niet opgeslagen of wat dan ook, want ik moet hem opnieuw doen. Oeh, volgens mij loop ik wel in hoor. Wat hebben we hier eigenlijk voor ons? Is dat Mercedes? Is dat een SLK? Volgens mij is dat een SLK, what the fuck? Ik heb niet verwacht dat die auto hier mee moet doen. Ik weet niet wat daarvoor rijdt. Ik gok een BMW. Ik heb net wel een paar van die BMW's gezien. Zo'n Z4. Ik vraag me af wat de beste auto is voor in deze race. Ik gok die Porsche die mee rijdt. Volgens mij is dat die Cayman. Ik denk dat dat de beste auto is die je kan nemen voor deze race. Want Porsche staan er sowieso onbekend dat ze echt perfecte all-around auto's zijn. We zijn snel, ze rijden goed. Dus ik denk dat dat je beste keuze is als je hier wil winnen. Maar wij gaan voor onze JDM. We rijden 5e. En het lijkt erop dat ik op elk moment ook 4e zal worden. We gaan deze Audi voorbij. Binnenbokje. Hier hebben we een Z4'tje. Ja, ja, ja. Ik had toch gelijk, jongens. Dit rechte stuk is waar we het van moeten hebben. Het probleem is dat we hier niet meer zullen komen. Want dit is al de 2e ronde. Dus ik wil die Z4 eigenlijk wel voorbij. Maar daarvoor rijdt, ik heb mijn god geen idee. Ik herken de auto, maar ik weet niet hoe dat ding heet. Verschrikkelijk ding is dat. Net een Hot Wheels auto. Ik wil eigenlijk op zijn minst wel kijken of ik een top 3 kan halen. Ik zit er behoorlijk kort achter, maar ik weet niet, man. Ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in eigenlijk. Want als ik zie hoe hij hier zo vloeiend over deze week heen rijdt. En als ik merk hoe ik moet rijden. Dat is een wereld van verschil, man.
Ik zat er verdomd kort achter, maar zie mij nou, jongen. Ik zit gewoon niet te driften. Het zit erop, vierde plaats. Op zich nog wel prima. Maar ja, niks geweldigs. Hier zal ik het niet mee gaan halen, tenminste, championship. Dus helaas. Helaas. Of hij moet hier nou nog even crashen. Dat is echt perfect zijn. Die is meteen zo'n rand te rijden. Nee. Ja, we moeten doen met de vierde plaats. Lang vooral kort. De auto rijdt niet zo fijn als de Subaru die we de vorige keer hadden. Hij is wel duidelijk sneller. Maar wederom geen geweldige positie. Dat ding was de Tamo Racemo. What the fuck? What the fuck is dat? Oké, nu we deze auto hebben gehad en $36,000, gaan we snel over op iets anders. Misschien zijn we ook nog level up. Over level up gesproken, ik heb zometeen nog wheelspins die we moeten openen. Misschien hebben we dat nou gelijk al even gaan doen. Eigenlijk hebben we ze niet verdiend. Hè. We hebben niet gewonnen, dus we verdienen geen wheelspins. Voor de volgende race zijn we overgevlogen naar Edinburgh. En we hebben hier nou een custom event van een kijker. Kijken of we hem kunnen vinden. Maar in VH. Ik kan me herinneren dat ik dit laatst nog gezocht heb. Maar heb toen niet heb gedaan. Waarschijnlijk omdat ik toen een andere klasse auto's zocht. Nou kunnen we wel doen. Modern Rally. Perfect voor die Lancer die we hebben. Ik neem aan dat we die gewoon kunnen pakken. Yep, daar staat die. Kijk eens aan. 2004 Lancer Evo 8. Dit is eigenlijk niet de juiste Lancer. Volgens mij is dat in Too Fast and Furious dat de Evo 7, maar die zit niet in de game. Volgens mij hebben we de 6, de 8 en de 9 en de 10. Maar de 7 zit er volgens mij niet in. Dus we moeten het doen met de 8. Maar dit is perfect voor off-road. Ik heb er trouwens wel een rolkooi in zitten. Die hoort er eigenlijk niet in te zitten. Sorry. Nou, ik ben benieuwd, Marin, wat voor race jij voor ons in petto hebt. En what the... Wat? Had hij zijn auto eens achteruit staan? Oké. Nou, dat was even een tikkeltje vreemd. Oh. Ik moet op de race letten. We gaan eens even kijken wat dit is. Dit was volgens mij een cross-country. Dus ik hoop dat we zometeen ook een tikkeltje off-road krijgen. Dat zou wel leuk zijn. Vooral met deze auto's. Deze kunnen makkelijk off-road. En dit rijdt zoveel beter dan die S2000 van net. Echt. Ik zat continu rond te slippen. Nogmaals, vaak zie je dat denk ik niet in video's. Of een auto makkelijk rijdt of moeilijk rijdt. Maar het is echt... Er zit duidelijk verschil tussen auto's, kan ik je vertellen. Dit ding is ideaal. En we zitten nu al een beetje halverwege de groep, wat ook perfect is. Ik heb geen idee of dit een heel lang event is. Het zit nu op ongeveer 20%. Het is volgens mij redelijk aan de lengte. Gewoon een mooie lengte. Gok ik en... we gaan niet offroad. Nee, we gaan niet offroad. We zijn nog steeds op de weg. Oh, goed. Er rijden wederom weer superveel Subaru's mee. En vrijwel geen Lancers. Ik snap niet waarom dat iedere keer het verhaal is. Echt, wat hebben Lancers jullie aangedaan? Mogen die niet meedoen? Nou, er rijdt er eentje hier voor mij trouwens. Maar dat is volgens mij zowat de enige. En we gaan hier een tikkeltje offroad. Oké. Iedereen doet ook exact hetzelfde. Ik vind het wel een mooi gebied trouwens om hier te rijden. Want hier kom ik persoonlijk nooit zoveel. Hier zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel wegen. Maar het ziet er wel tof uit. Vooral zo in de zomer volgens mij. Volgens mij is dit de zomer. Ziet er alles mooi groen uit. En wat hebben we voor ons? Is dat een Subaru of een Lancer? Ik kan dat zo niet zien. Ik gok op een Subaru, aangezien bijna alles wat meedoet een Subaru is. En het is inderdaad een Subaru. En we gaan hier linksaf. We gaan de berg in. Kijk eens aan. Dat is nog eens een natuurlijke route. Maar ik hou me eigenlijk een klein beetje in. Ik denk... Ja, nou dat is... Ik kan zeggen. Ik denk dat ik hem elk moment voorbij kan. Ja, we zijn duidelijk een stuk beter in dit dan in dat van net. Moet ik eigenlijk zeggen dat dit niet echt het off-road spec was die we hier hebben. Dit is echt zo'n street spec. Maar dat maakt voor de Lancers niet uit. Ik kan persoonlijk niet wachten op de volgende Fast and the Furious episode die wij gaan maken. Want, oh, scherp naar links. Want in de volgende episode gaan wij Tokyo Drift behandelen. En daar zitten naar mijn mening toch wel een stuk vettere auto's in. Dan heb je ook een Lancer, maar dan die mooiere in mijn ogen. Dan heb je de 350Z.
de Sylvia. Dan heb je nog die Veilside RX-7. Helaas dat die kit niet in deze game zit, maar die is ook echt super vet. Maar ja, ik kijk uit naar die volgende episode. In Too Fast to Furious zaten op zich niet heel veel vette auto's. Alleen dan de Skyline. Ik zei trouwens eerder in de episode de Supra. Die Supra zat hier niet in. Ja, wel een andere Supra. Ah, ik haal ze echt allemaal door elkaar. Schrikkelijk irritant. Maar ja, hier heb je dus die Skyline die wel echt super iconisch is. En ik denk dat we die Skyline er nou eens even bij zullen pakken. Misschien wel op zijn plaats. We hebben hier tenminste kunnen winnen. Het was trouwens een leuke race. Die bergroute die herken ik uit een andere race. Maar ja, je kan niet heel veel anders doen, want die route die ligt er al. Maar het is wel leuk om die sowieso in je race te verwerken. Was nice. Sowieso een like. Topper. Ik denk dat we het inmiddels wel verdiend hebben om eens even een wielspinnetje te openen. Maar eerst ga ik heel even wat geld claimen. En ik weet trouwens niet of jullie dit weten. Misschien dat ik dat zo heel even laat zien. Maar je kan elke week je geld claimen in de Forza Hub, heet dat volgens mij. Dan krijg je ongeveer een ton. Dan krijg je gewoon op je rekening gestort. In game. Dus ja, dat is iets wat je eigenlijk elke week wel moet doen. Dit zijn niet de beste prijzen. Ik heb inmiddels volgens mij al 5 RX-8'en of zo. Maar great. Nog één. Waarom niet? En het is echt om te janken dit, jongens. Als je dus gratis geld wil krijgen, dan moet je dus naar de Creative Hub gaan. En dan hieronder staat Forza Hub. Dan moet je op klikken. Dan word je doorgelinkt naar de website. Ik ga dat nou niet doen, want volgens mij stopt mijn opname dan. Maar dan zie je gewoon een heel overduidelijk oranje blok waar je op kan klikken. En dan krijg je gewoon gratis geld. Zo simpel is het. Dus sowieso aan te raden. Dat kan je volgens mij elke week blijven doen. Elke week ongeveer een ton. Dus dat is hoe ik onder andere makkelijk mijn geld verdien. Maar ik neem aan dat de meeste mensen dat inmiddels ook wel wisten. Maar ja, we gaan nou over naar de Skyline. Had ik beloofd. Dit ding is echt een beauty. Dit ding is echt super dik. Ik erger me er steeds het feit aan dat hij niet één grote lochte uitlaat heeft. Maar twee van die kleintjes. Nou ja, kleintjes. Dus er zijn kleine dingen waar ik niet tegen kan. Maar ja, dat zien we voor nu door de vingers. We gaan op naar de volgende race. En ik denk dat ik weer even ga kijken wat jullie hebben gemaakt. Of ik weer een raceje voor jullie kan doen. Dat is waarschijnlijk wel het leukste. Zo doe ik toch nieuwe races. En zijn jullie waarschijnlijk ook blij. Dus hey, win-win. Ik ben op zoek naar Broadway Village Circuit. Waar is Broadway Village? Zal dat niet juist hier moeten zijn? Ik zie het volgens mij echt volledig over het hoofd. Ah ja, Broadway. Broadway Village. Circuit moet dan. Ja, dat is hem. Oké, we hebben hier nog een race. Deze is van Owen. Ik weet niet meer wat voor auto het is. We kunnen er wel van heen rijden, waarom niet. We moeten dus een race hebben die we kunnen doen met deze auto. En dat is een beetje het lastige dus met het zoeken van events die jullie hebben gemaakt. Want sommige zijn dus voor of supercars, hypercars of road races, wat dan ook. En het moet net passen bij hetgeen wat ik nou wil laten zien. Maar gezien het feit dat dit een circuit race is, neem ik aan dat wel moet lukken. En dit zou er zo dik uitzien, nou met neon, hè. In de nacht, met deze Skyline. Ik hoop nog steeds dat ze ooit zo'n Fast and Furious pack in de game doen. Want dat hebben ze toen bij Forza Horizon 2 volgens mij wel gedaan. Ik heb die game nooit gespeeld, maar wel gezien. En volgens mij was daar een officieel Fast and Furious pack. Met alle auto's. Zag er super dik uit. Alleen die had volgens mij geen neon, hoor. Maar het zou passen bij zo'n pack. Oké, we zijn er. We gaan eens even kijken wat Owen voor ons dit keer heeft gemaakt. En wat was jouw username ook weer? Owen Power 010, als waar. Owen Power 010. Wat, oh wat, gaan we hier krijgen? Waarom heb ik geen resultaat? Had ik hoofdletters? Nee. Owen Power 010. Come on! Locatie Broadway Village Circuit. Daar zijn we nou toch? Nou, daar ging dat geweldige plannetje. Ik ben helemaal onderweg naar een ander event. En gaan we die wel even doen. Maar ja, dit is gewoon een beetje lastig. Ik heb het idee dat dit systeem nog steeds niet helemaal 100% werkt. Oké, we gaan gewoon deze race doen. Dit is de Cotsworld Super Sprint. En ja, we gaan gewoon starten. Ik zie wel. Het zal wel. Dat is gewoon lastig. Er gaat heel veel tijd in zoeken van het racen. Het vinden van races.
En dan nog kijken of ik ze kan doen en bla 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 bla. We gaan gewoon rijden. We zijn nu op de rijden. We gaan gewoon rijden. En als ik dit nu win, dan stop ik per direct met deze video. Want come on. Dit is de Skyline, de R34, de legend, de myth. Het is wel... Het is hier een beetje glad. Het heeft flink geregend. Het is ook lente, vandaar. De weilanden zijn wel mooi felgeel. Wat voor categorie is dit eigenlijk? Is dit alleen Nissans of zo? Nee, daar rijdt een BMW voor. Volgens mij is dit dan... retro sportscars, gok ik. En we rijden nou al vierde trouwens. Oh, scherpe bocht. Dit is geen lang event, kan ik je alvast vertellen. Ik zei net wel zo mooi van, als ik niet win, dan stop ik. Maar volgens mij rijdt er vooraan... Dat is een Sylvia, ik dacht dat het Skyline was. We zitten pas op de helft van de race. Ik kom hem wel voorbij. Oh, remmen. Die zullen wij in de volgende video ook gebruiken, de Sylvia. Want kom aan, die kan niet ontbreken in een Tokyo Drift episode. De Mona Lisa. En hier zit ook een four-rotor in, zo te horen. Een engine swap. Echt, wat heeft iedereen met die engine swaps? Come on, jongens. Doe dat nou niet. En hij is wel rete snel. Maar wij zijn sneller, want ik kom hem nou voorbij. Oh, dat kwam perfect uit. Heel mooi. Maar rij je gewoon even 300. Geen probleem. Waarschijnlijk als ik zelfs een Skyline zou hebben, zou ik Bayside Blue willen hebben. En dan gewoon met de standaard spoiler erop. De V-Spec Nur Kit. En that's it. Ik vind hem zo al vet. Oeh, mag die checkpoints niet... ik mag de checkpoints niet missen. Ik vind hem zo vet met deze streep en zo. Is heel erg iconisch. Maar ik zou waarschijnlijk zelf gewoon helemaal standaard laten. Het is natuurlijk niet standaard, maar een standaard look. Nou zie je trouwens die streep. Is veel donkerder. Dat ligt echt aan het licht. Het is een beetje lastig met die livery. Maar ja. Soms ziet het er goed uit. Soms ziet het er niet goed uit. Hoort bij het vak. Denk ik. Wat hebben we nou nog over? We hebben nou nog een RX-7. En, was dat RX-7 van Julius? Heet hij de dude volgens mij? Dat is uit de eerste race. En trouwens, nou zie je bijvoorbeeld die streep niet. Zie je dat? Nou is die streep gewoon normaal. Dat ligt echt aan het licht. Mazda! Kijk mijn RX-8 verzameling. RX-8. Maar ik ga nou over op de RX-7. En dat is deze. Ik heb liever twee RX-7's. Dan al die RX-8's. Want je kan van die RX-7 kan je nog een Rocket Bunny Kit variant maken. Maar nee, die krijg ik dan niet dubbel. Typisch. Kijk eens aan. Ik vind het echt een verschrikkelijke tune. Geen achterbumper, geen spoiler. Op zich, geen spoiler hoeft niet lelijk te zijn. Maar bij deze auto, of bij deze tune staat het niet. I don't know. Misschien dat je dan die pop-up lights niet moet hebben. Dat het dan... I don't know. Ik zie er iets aan. Iets is er mis mee. Ik ben niet gelijk een hater van zo'n spoiler delete, want het kan best wel nice staan. Maar... Ik zie er iets aan. En wat het is, kan ik even niet zeggen. Maar wij gaan nou dus een race met dit ding. Dit is wederom weer een lastig iets, want ja, wat voor race ga ik doen? Dit zijn van die kleine circuit races. Heb ik eigenlijk geen zin in. Wat hebben we hier? Nou, de laatste race van de dag naar RX-7. In de stromende regen. Ideaal. Ik rook al gelijk een tandenborstel hier ook. Van Bartje. Met zijn four-rotor. Dingen klinken echt verschrikkelijk, vind ik persoonlijk. Ik vind het geen mooi geluid. Misschien jullie wel. Ik zie ook redelijk wat Skylines. Kijk eens aan. 4 Skylines hier, oh. Een paar met de Fast and the Furious livery. 1 felgroen hier voor mij. Verschrikkelijke keuze. Ik vind echt dat je gestraft moet worden als je je auto zo maakt. Ik vind dat we dat moeten... Dat we dat moeten indienen. Als iemand zo zijn auto verpest... Dan moet hij gestraft worden. Er zijn zoveel kleuren die je had kunnen kiezen. Zoveel goede kleuren. De Skyline ziet er vrijwel in alle kleuren goed uit. Rood, wit, blauw. Zwart, grijs. Paars. Nee, meneertje doet hem felgroen. Het is meer dat neongroen gele eigenlijk zelfs. Nog erger.
Als je dan zo graag groen wil, doe dan een heel donkergroen. Heb je nog een Skyline voor ons? Deze is niet van... Oh, dat is geen... Dit is wel een Skyline. Die is niet van de Fast and the Furious. Deze is volgens mij wit. Met vlammen of iets. Blauwe vlammen. We zullen eens even kijken of we hem zo meteen voorbij kunnen komen. Ik moet wel zeggen, deze auto rijdt niet chill. Dit is echt exact dezelfde ervaring als net met die S2000. Alleen nou nog in de stromende regen ook. Alsof het al niet moeilijk genoeg was. Echt jongen, dit is zo verschrikkelijk glad. I don't like it. Het probleem is ook, ik moet zo voorzichtig door die bocht heen. Waardoor ik daar zoveel tijd op verlies. We zitten pas net over de helft van de race heen. Dat is op zich goed nieuws. Dit is een vrij lang event. Voor Forza termen. Ik wil echt die Skyline nog voorbij komen. Dat zit me echt behoorlijk dwars. Ik weet niet of dat nog gaat lukken. Want ik heb het idee dat die Skyline een stuk beter rijdt in deze omstandigheden. Ik heb hem net gebruikt. En hij reed fantastisch. Dat was dan niet in de regen, maar... Ik kan me voorstellen dat die auto beter is dan dit ding wat ik nou heb. Volgens mij ben je de eindsprint. En ik denk niet dat het hem gaat worden. Nee, 100% niet. Kijk op de map hoe ver die anderen voorrijden. Ik ga die 100% niet meer inhalen. Zullen we het moeten doen met de zesde plaats. Ja, ik weet niet wat het is. Maar deze auto's rijden echt niet fijn. Die S2000 en dit ding. Oh. Oh, er is iemand gecrashed. Oh, we rijden de vijfde. Yes. Toch nog een vijfde plaats. Nee, ja, dit zijn geen fijne auto's. Ze zien er wel super vet uit. Misschien komt het ook omdat ik ze als Rift Spec ooit gemaakt heb. Dus, I don't know. En we hebben verloren van een hoop Skylines. Dat is geen schande. Dus ik vind het wel prima. Krijg je weer een bak geld voor. Volgens mij was ik net halverwege ook nog level up gegaan. Dus we kunnen even kijken. Kunnen we nog even een cadeautje openen. En dan heb ik het wel weer een beetje gehad. Yup, we hebben nog een wheelspin. Een mooie afsluiter. Of ja, dat weet ik niet. Dat gaan we nou zien. Nee, geen mooie afsluiter. We krijgen $30.000. Heel mooi, heel mooi. Ja, ik ga de video hier beëindigen. Ik wil jullie vragen om wat leuke ideeën achter te laten voor volgende video's. Want ik had eigenlijk een mooi lijstje, maar we zijn inmiddels een beetje door dat lijstje heen. Dus hebben jullie leuke ideeën voor toekomstige video's? Laat ze achter in de comments. En heb je zelf races gemaakt? Die kan je ook nog steeds achterlaten in de comments. Ik moet eigenlijk even een Excel-bestandje maken van alles wat jullie hebben gemaakt. Zodat ik dat mooi zo kan bijhouden. Maar ja, vond je het leuk? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie heel snel. Dus tot dan en houden we.